Zullen we even net doen alsof dit compleetheid is? Dan heb je hier zo, laten we zeggen, een kleine bandbreedte. Die compleetheid is echt is oneindig. Maar hier zitten dus, ga ik niet allemaal opschrijven, maar ik noem even een paar dingetjes op die zich in deze bandbreedte bevinden. Daar is waarvanuit we meestal dingen doen. Dan krijg je bijvoorbeeld proberen, zoeken, afhouden, kijken of ik het kan lezen, streven, vermijden, afdwingen, bestrijden, weigeren, ontlopen, verfraaien of verdraaien, verklaren, forceren, oordelen, vooruitlopen op, verwachten, vrezen. Dat zit allemaal hierin. En ook alleen maar daarin, hè? Nergens anders in dat veld is dat te vinden. Alleen in wat ik die tweede laag noem, daar zitten al deze dingen in. Alles wat je eigenlijk start van daaruit, leidt nooit tot iets anders dan dit. Het leidt per definitie tot de versterking van die tweede laag. Ook als je het een spirituele activiteit noemt. Dus als je spirituele activiteit in feite, als je goed kijkt, een proberen is of een afhouden of een streven, leidt het nooit tot de realisatie van compleetheid, maar tot de versterking van die tweede laag. Wat je ego je ook probeert wijs te maken. Dat is goed om te weten. En dat is dus iets wat je mee kan nemen als je dingen wil onderzoeken om te kijken. Dus dat noem ik soms, wees je bewust van je motief. Wat is het motief van mijn doorvoelen, chakra, whatever, meditatie, maakt niet uit wat. Als daar die elementen in zitten, leidt het nooit tot wat je denkt te gaan vinden. Compleetheid of realiteit is uit die tweede laag vallen. Dat kun je dus nooit met iets doen wat thuis hoort in die tweede laag. It's impossible. Wat je ook verteld wordt, wat je ook bedenkt, wat je ook gelezen mag hebben, wie het ook gezegd mag hebben. De tweede laag versterkt alleen de tweede laag. It keeps you there. Wat grappig is dat die tweede laag dan kan gaan groeien. Dus je wordt subtieler in het afhouden, streven, proberen, bereiken, al dat soort dingen. Dus dan denk je dat er groei plaatsvindt. Ja, dat klopt. Van die tweede laag. Die wordt groter. En dan denk je misschien dat je iets wint. Maar in feite, wat ik vanmorgen al zei, van in de metafoor van de ketting die een paar schakels erbij krijgt, dus dan wordt die ketting langer. Dan heb je iets meer bewegingsruimte, maar je zit nog steeds aan de ketting. Hier wordt dus, als je niet oplet, alleen het gebied van je ego-domein groter. Als er al iets groeit, dan is het je ego. Compleetheid is compleet, dus dat kan niet groeien, snap je? Dus vanuit realiteit gezien, op dit vlak van spiritualiteit, alles wat groeit is in ieder geval niet de realiteit. Dus alles wat groeit is onecht. Daarom hebben we het liever over ontwaken of wakker worden dan over groei. Groei zit toch altijd aan dat vergelijking in? Voilà. En het is altijd het bekende wat groeit. Het onbekende, het complete groeit niet, dat is alleen maar. Daarom hebben we moeite om te zeggen dat ontwaken een proces is. Want proces suggereert tijd, groei, stapjes, fases. In onze beleving is dat wel zo, maar dat is niet omdat dat de realiteit is, maar omdat wij alles in tijd beleven. Dan lijkt het een proces. Maar strikt genomen zijn er eigenlijk, zwart-wit gezegd, maar twee toestanden. Wakker of niet. Er bestaat dus vanuit deze radicaliteit of helderheid ook niet zoiets als een beetje wakker. Net zo.
Dat lijkt voor te komen, ja. Erin, eruit, erin, eruit. Dat noem ik de pingpongfase. Ja. Dus dan val je soms uit, als het ware, die tweede laag. En vervolgens... Vraag meteen af, hoe kom je dan weer erin? Maar dat is natuurlijk iets voor zelfonderzoek om... Ja, en in principe het hoe, dit en dat. Hoe vragen suggereren tijd, stappen enzovoorts. Hoe vragen horen dus bij die tweede laag. De realiteit vraagt nooit hoe. Maar voor zelfonderzoek heb je die vragen wel? Nee, je hebt nodig wat is het. Niet hoe iets komt, want dan zit je weer in een oorzaak en gevolg gebeuren. Je moet ontdekken in het moment, zal ik maar zeggen, hoe verkramping optreedt. Hoe het werkt, niet hoe het komt. Want anders, voordat je er erg in hebt, dan zit je weer van, ja, maar dat komt omdat toen ik 3 was. En mijn vader was ook zo'n zak, ja, wiens vader niet. That's what daddies do. Zoals een oude vrouw ooit pas op tv zei van, every family is dysfunctional. Nou, dat lijkt me een goed vertrekpunt, dus dan weten we dat, klaar, weg ermee. Heeft er niks mee te maken. Hoe werkt het nu? Dus als het al hoe is, hoe werkt het nu? Kan ik zien hoe het werkt? Niet wat ik ervan vind of een opbouw, nee. Er is helderheid en er gebeurt dit. Oké, heb interesse. Wat gebeurt er eigenlijk? En anders gaan we ook, en die maakt iedereen mee, dat deed Hansje ook vroeger. Dan had hij iets gelezen van Nisargadatta, waardoor die verplaatst werd, zou ik maar zeggen. Dus uit die tweede laag geduwd. Maar een tijdje later in zijn beleving zat hij er weer in. Ging hij diezelfde passage lezen in de hoop dat, weet je wel, dan wil je het herhalen. It's not gonna happen. Dan denk je van, er staan gewoon woorden. Er gebeurt niks. Nee, natuurlijk niet, eikel. Ego wil altijd herhalen. Die denkt dat er een trucje nodig is. Dan wil hij ook een trucje. Het liefste zou hij, als hij al denkt dat hij verlicht wil worden, ergens een pilletje halen, want dan hoef je er niks voor te doen of te laten. Weet je wel, doe mij even wakker. Dus een mogelijkheid is, het schokkende inzicht, ik had daar vanmorgen al een beetje over, dat ooit kwam, dat... Alles wat ik zat te doen, spiritueel, psycho, weet ik veel wat, was gewoon, hoorde daarbij, manipulatie, trying to fix it. En ik moest gewoon erkennen, ik kan het niet. Ik kan van alles en nog wat, maar dit niet. Ik kan me niet aan mijn haren uit de modder trekken. Dus toen kwam op, wat ik al zei, van... Oké, wat gebeurt er als er helemaal niks meer geprobeerd wordt? Doe maar met me. Whatever. Want ik zit alleen maar te vechten en te vluchten en te zoeken en te manipuleren. En ik word er helemaal gek van. Treffend wat je hierover zei, van het resultaat. En dan merk ik inderdaad, ja, het ene is leuk, het voelt goed. Ja. En zoals nu met mijn werk, ja, dat is niet zo fraai. Ja. Dat is niet handig. Mm-hmm. Yes. Het hechten aan het resultaat hoort dus ook daarbij. Ja. In plaats van op een heel simpel niveau gewoon te doen, naar beste vermogen, wat jij denkt dat juist is. En de rest is aan de niet bestaande goden. It's out of my hand. Ja. Ik zei gisteravond zo van, ik wil die doodsangst niet. Maar die voelde ik toch wel, dus dat was het niet. Ik werd vanmorgen wakker en dacht ik aan, toen ging er om me heen van, ik wil die levensangst niet. Dus dat was het gewoon. Ja. De angst om volledig te zijn en het helemaal los te ervaren. Ja. Yes. Dus meestal, als ik mensen hoor roepen van dat ze vrijheid willen of iets dergelijks, als ik goed kijk, en dat doe ik soms, dan zie ik gewoon dat wat ze eigenlijk bedoelen is dat ze een deeltje van wat leven is niet willen. Daar willen ze vrij van zijn. Van wat moeilijk is, of wat zeer doet, of wat niet aan mijn verwachtingen voldoet.
Daar willen we vrij van zijn. Maar werkelijke bevrijding is bevrijding van al die aspecten. Als het wel uitkomt, als het niet uitkomt, welk resultaat dan ook. Aan de kant, dan pas kun je ontspannen. En dan kun je gewoon aanschouwen wat er gebeurt. Wauw, en waarom is het ene eigenlijk beter dan iets anders? Alsof ik weet wat daarna komt of zo. Iets wel of niet willen kan, dat is alleen maar wat je ervan vindt. Yes. Als je niks vindt, als je er waar dan ook geen opvatting op nahoudt, waarom zou je dan... Wat je dan overhoudt, is wat je het organisme ziet doen. Zonder dat daar een redenering aan vooraf gaat, of een of ander doel, of whatever. Wat je overhoudt, is wat dat organisme makkelijk afgaat. Nou, er horen bepaalde dingen horen bij dat organisme en bepaalde bij deze. En dat gaat automatisch. Zonder plan. Maar in die bandbreedte is eigenlijk alles moedwillig. Er is weinig ruimte voor verrassing of verwondering of spontaniteit of zo, weet je wel. It's all under control van, nou ja, die machine. Eigenlijk weten we natuurlijk helemaal niks, hè? Ga door. Ik zie wel dat ik allerlei dingen doe. En als ik naar mijn leven kijk, zoals het nu is, denk ik, ja, niets in mijn leven zoals het nu is, is zoals ik het ooit heb kunnen bedenken en zoals ik het heb willen. Hè? Yes, yes. Heb gewild. Yes. Ja, nou ja, dat is toch lachen. Ja, dat is fantastisch. Ja. En dan kun je dus steeds meer of ineens ophouden met allerlei dingen vastzetten van ja. Daar. Ja, nou, eigenlijk is het heel grappig. Ja, zeker. Ja. En daarom ook een beetje... Pijnlijk aan de andere kant om te zien dat een hele hoop mensen gewoon zich beperken tot dat stukje. Terwijl als we gewoon een beetje opletten, zien dat ons leven gewoon gaat zo het gaat. Wat ik ook wil. Wat ik ook probeer te vermijden, weet je wel. Ik kan wel zeggen van het moet niet regenen, maar het gebeurt iedere keer toch. Hoe hard ik ook zit te bidden om geen regen en anti-regendansen doe en... Why does it always rain on me? En is het ook leuk om te kijken van hoe beweegt het zich? Of wat wil er bewegen? En zo, hoe verhoudt zich dat tot mij? Of tot... Yes. Dat is heel interessant. Yes. Ja. Amusant genoeg in ieder geval. Niet heel belangrijk, maar het is gewoon amusant. Terwijl vanuit die laag is het helemaal niet amusant. Alles is stroef. Dus. Maar zijn er buiten dat kader eigenlijk wel dingen te onderzoeken? Nee. Nee, alleen maar te beleven. Dan is er alleen maar zijn wat zichzelf beleeft. Is de schoen dan zo klein? Eigenlijk wel. Als je het grondig onderzoekt, dat hoeft niet heel lang te duren. Ja. Yes. Dat is ook het grappige, want het lijkt alsof dat ego-domein echt gigantisch is. Maar als je de basisprogrammeringen daarvan door hebt, ja, dan zie je gewoon dat het altijd uitlopers zijn van maar 2-3 software dingetjes. Het stelt eigenlijk geen zak voor. Maar omdat wij daar maar in blijven prutsen, we bouwen het alleen maar uit. Het krijgt steeds meer vertakkingen, weet je. Net als een struik die daar niet tegen kan, die snoei je om hem kleiner te maken. En hij wordt alleen maar groter. Je moet niet snoeien, je moet gewoon die wortel doorhakken.